Welkom bij Boarding to Korea. Eurosport volgt 4 Nederlandse snowboarders op weg naar de Olympische Spelen van Pyeongchang. Met deze week focus op Sherry Maas. Freestyler Sherry Maas kan zich voor de derde keer kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja, Nicolien, deze zomer had ze een zware blessure opgelopen. Hoe staat het daar nu mee? Ja, Sherry heeft van de zomer een duik in het zwembad gemaakt waarbij ze haar nek heeft gebroken. Dat is een hele heftige blessure. Dan moet je van zo ver komen, dan doe je zo'n enorm... Je gaat helemaal terug naar de vraag, kan ik überhaupt nog sporten? Je hebt ook wel eens een blessure gehad in je carrière. Hoe pik je dat dan weer op? Ja, blessures zijn heel vervelend. Ik heb inderdaad een aantal grote blessures gehad. Maar de blessure van Sherry van de zomer was echt een buitencategorie blessure. Maar buiten het feit dat je fysiek een enorme achterstand oploopt, je kan je trainingen niet doen zoals je zou moeten doen op dat moment op het hoogste niveau, doe je vooral ook mentaal een behoorlijke stap terug. En dat is echt iets waar je zelf hard aan moet werken. Mensen kunnen nog zoveel tegen je zeggen, maar uiteindelijk moet je zelf dat knopje omzetten en gewoon weer... durven te gaan, dat risico durven nemen wat je uiteindelijk straks nodig hebt voor Olympische medailles. Laten we gaan kijken naar een reportage met Sherry Maas in Hintertux, Oostenrijk. Met haar 33 jaar is Sherry Maas een van de meest ervaren rijders in het circuit. Ze kwam al 2 keer uit op de Olympische Spelen, maar zowel in 2006 als in 2014 kon Maas niet laten zien waartoe ze in staat is. Met haar nieuwe trainer Gary Greenshields heeft Maas na de Spelen van Sochi 2 belangrijke doelen gesteld. Eremetaal winnen op de X Games en op de Olympische Spelen. En dat alles op de Big Air, het onderdeel waarop je met 1 sprong je beste truc moet laten zien. Doel 1 is al gelukt. Vorig jaar won Sherry Maas goud op de Europese X Games in haar thuisstad Oslo. That was one dream for like in her life. She'd been so close many times and she achieved that. And that was a real big turning point for us in that this is doable. De trainingsschema's liggen al klaar voor haar volgende droom: een Olympische medaille winnen in Pyeongchang. Totdat er deze zomer iets gebeurt waar niemand rekening mee houdt. Het was een heel dom moment. Het was gewoon heel warm in Cyprus. Het was over 30 graden. En ik wist dat mensen in het zwembad gingen springen. En zodra iedereen het zwembad inspringt, ga ik ook het zwembad in. En er waren er al een paar ingesprongen. En ik sprong ook en ik wou een lange duik te maken. En in principe dook ik ook wel lang. Maar zodra ik het water inging, veranderde mijn hoek. En ik ging gewoon met mijn hoofd tegen de bodem aan. Recht naar beneden. En ik voelde echt gewoon een duts op mijn hoofd. En auw. En toen voelde ik eigenlijk zo'n tinteling helemaal door mijn lichaam en schieten. En ik zo, wow, dat was raar. En toen kwam ik weer boven water. En toen voelde ik echt mijn nek in één keer heel stijf. En zo, ik zo, dat was niet goed. Toen had ik zo, ik zwem gewoon rustig naar de kant. Look like a RoboCop, new and improved. But I cannot be any more grateful to stand on my own legs. Maas breekt haar nek op meerdere plaatsen en krijgt te horen dat ze ontzettend veel geluk heeft gehad. Rustig aandoen is het devies. Maar daar heeft Maas helemaal geen tijd voor. De derde dokter die ik zag, die zei van je kunt aan de slag. Je zult wel wat tijd nodig hebben. 3 maanden revalidatie nadat de nekbrace eraf komt. Ja, en dat was voor mij ook wel weer het pushen van 3 maanden is te lang. Ja, daar heb ik met mijn fysio overlegd en hebben we echt terug kunnen halen naar 1 maand revalidatie en weer snowboarden. Geen rolstoel voor Maas, maar de sportschool. Alles om haar nek sterker te maken en het lichaam snowboard-proof te houden. De afgelopen weken trainde ze in de Oostenrijkse Alpen, maar ook dat ging niet zonder tegenslag. Ja. Je ziet niks, maakt niet uit wat voor een bril je op hebt, maar wit is wit en wit of wit, dus een wolk met de sneeuw, dan wordt het moeilijk. Ja. Je ziet de afzet niet, dus dan... wordt het gevaarlijk. Ja, dan wordt het blessuregevoelig als je dan een beetje gaat lopen. Spelen. Dit is iets waar je ook vaak mee te maken hebt, denk ik. Deze... Ja, vooral op dit tijd van het jaar, het begin van het seizoen, in oktober, november, dan zijn we altijd op de gletsjers bezig. En dan 1 wolkje kan de hele dag verpesten. En dan kan het in het dorp gewoon hartstikke mooi blauw zijn. Dus je weet het nooit. Ondanks alles stond Maas bij haar eerste World Cup gewoon in de finale. In Milaan werd ze uiteindelijk 6e. Belangrijkste conclusie, haar nek is stabiel. En dat geeft vertrouwen.
the start of the season is always like to get things going. So it can be quite a slow transition sometimes. But she's doing really great. It's very important because obviously she needs to be ready for the contest, and she is ready. Yeah. So it's coming back quickly, and it's good to see that she's made these steps and she's making them herself, and she's in good control. So I'm really happy with her progress. I feel we're almost ahead of ourselves. Cheryl Maas, 30er inmiddels, kwam als een van de eerste vrouwen uit op de Big Air. Denk je dat ze bij de top kan blijven? Ja, doordat Big Air nu Olympisch is, zie je wel dat de concurrentie enorm is toegenomen. En daar zitten vooral heel veel jonge wagenassen tussen. Dus ja, zij moet echt een hele goede dag hebben. Wil alles kloppen en een medaille mee naar huis nemen. Maar gelukkig kennen we Cheryl Maas ook als een wagenas. Dus als alles klopt, moet ze mee kunnen. Ja, dan kunnen we hele mooie dingen van Cheryl verwachten. We zijn benieuwd of het lukt. Dit was Boarding to Korea. Graag tot de volgende aflevering. En volgende week zien we bij Boarding to Korea wederom Cheryl Maas. Maar dan in haar rol als moeder. Ik wil dat hun ook hun dromen en reizen en achterna gaan. En dat ze dat blijven doen. Je leven is niet over nadat je 30 bent. En je moet ook laten zien, kijk, de wereld is groot en er zijn zoveel mogelijkheden.